Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto veel wolkenvelden boven ons land en dat hangt allemaal samen met een storing die vandaag gaat overtrekken. Vanochtend vooral in het midden van het land plaatselijk regen of motregen en later vanochtend ook op andere plaatsen, vooral in het noorden, nat. De wind neemt toe tot een windkracht 5 aan zee en waait vanuit het westen. En vanmiddag kan er dan lokaal nog een bui vallen, maar qua temperatuur is het nog aardig. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond klaart het van het westen uit op. Lokaal is nog kans op een bui en de temperatuur gaat dalen naar 18 graden. En morgen wordt het best wel warm. Het is een aardige dag met geregeld zonneschijn. Het wordt 21 tot 24 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En ook blijft het op de meeste plaatsen droog. Zondag wordt het nog iets warmer, 23 tot 28 graden. Maar later op de dag neemt vooral landinwaarts de kans op een regen- of onweersbui toe. En vanaf maandag is het dan licht wisselvallig en gaat de temperatuur naar beneden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.